Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015, met een Bliefjes natuurlijk. Vandaag gaan we rijden met een MDDM van Utrecht naar Arnhem. We staan nu momenteel in Utrecht en we laten uiteraard eerst de passagiers hier instappen. Ik zal er even voor zorgen dat de koersborden uiteraard op Arnhem staan, zo. Dan zetten wij de frontlijn aan. Nee, de cabine. Twee tikjes, als het goed is. Ja, hij staat nu op 40. Dat is heel mooi. De ATB. Dodeman. Niet zo heel goede ervaring meer. Wij stoppen ondertussen alleen in Ede-Wageningen. Station Arnhem. Ja, dat is ons eindpunt. Maar alle tussengelegen stations zullen wij overslaan. En in deze episode gaan wij de comms doen van episode 167. Toen reed ik met een 1800 van Hilversum naar Apeldoorn. En als ik me niet vergis hoor ik nou op de achtergrond heel toevallig... Ja, er komt ook een 18 of 1700 aanrijden. Met Benelux wagons aan de achterkant. Nou, de deur gaat dicht. Zo, wij geven voor zich de tractie. En ik zet deze op de cruise control. Zodat wij met alle rust Utrecht uit kunnen rijden. En dan beginnen wij met onze allereerste comment. En die is van Bart Schoneveld. Leuke video. Wil je met de 1700 lok samen met de BR120 rijden? Dat is wel een hele bijzondere combinatie wat je daar noemt. Maar gelukkig heb ik beide loks. Dus ja, het zal op zich wel kunnen. Max Jollo, wil je een keer naar Beverwijk rijden? Ja, dat heb ik nu gedaan. Ik ben een keertje naar Beverwijk heen geweest. Ik heb dat in een special heb ik dat gedaan. Dat weet ik nog wel vrij zeker. I Love Train. Hey, ik nog even. Wil je een keer in de nieuwe buffel van Chris Trains gaan rijden? Nou, ik heb gelukkig nu al een paar scenario's in de buffel gedaan. En ik heb in de livestream al twee keer mee gedaan, dus ik wacht nog even een episode voordat ik weer verder ga met de buffel. Hij had ook nog een vraag. Hey Bliefjes, leuke episode, maar ik ben van plan Hart van Nederland route te downloaden, maar dan moet je ook de trein 1800 lok ook hebben. Zo ja, waar kun je deze downloaden of kopen? Als het goed is, kun je die kopen op Rail Traction. Zo heet die, dacht ik, Rail Traction. Ik zal even de koerscontrole wat hoger zetten. Tik tik. Als het goed is gaat hij naar 80 heen nu. Maar dat ziet niet als 80. Dit is 80. Heel mooi. Dan gaan we eventjes in de verte. Gaan wij even deze bochten bijhalen, denk ik. Dat is wel mooi, denk ik. Zo. Hey, er komt dus een trein achterna. En die gaat weliswaar ook sneller dan ons. Dat is niet eerlijk. Nou ja, hij haalt hem vanzelf al in, denk ik. De seinen staan nog goed, dus dat kan nog wel. Wij gaan uiteindelijk toch een andere kant op. Dit ziet er zo wel leuk uit. Even een leuke inhaalactie van deze 1757 die ons momenteel aan het inhalen is. Oh jezus, er komt nog een goederentrein tussendoor. Oké, okay. Feest, party. Nou ja, uiteraard maakt deze trein nu iets verder dan ons. Zo. We mogen zo meteen richting 140 heen. Dan gaan we verder met de comment van Niels Schipper. Bjorn, wil je een keer van Enkhuizen rijden? En een link in de omschrijving om te zien welke routes je kan rijden. Nou, ik heb tegenwoordig nu mijn website. En op mijn website staan, zover ik weet, alle routes van Nederland die ik kan rijden, zeg maar. Dus als je graag wil zien welke route ik kan rijden, kijk dan op www.blivius92.com. En daar zul je dan de juiste routes tegenkomen. De cruise control die gaat even richting de 140.
En dan kunnen wij onze weg vervolgen richting Eerde-Wageningen. Arenart. De GTW komt altijd in Apeldoorn en gaat naar Zutphen. Ik geloof je daar direct in. Als die route uitkomt, dan... zou ik best op zich wel daarheen willen, op willen rijden met de GTW, zeg maar. De Larici. Ik ben al heel lang op zoek naar de assets van de tunnel bij Amersfoort. Weet jij waar ik ze kan downloaden? Als jij goed op het treinpuntforum kijkt, zie je dat er een apart linkje is aangemaakt voor de tunnel bij Amersfoort. Als ik jou was, zou ik daar even op klikken en die downloaden. Kanje Smit, het is een mooie trein, de 1800 en 1700. Zijn, en een mooie, leuke episode weer. Nou, dankjewel Kajen voor jouw enthousiaste comment. Ubertinus Games, UTG. Kan je eens rijden met de firm van Olympische Spelen op de route Vlissingen-Roosendaal-Zeeuwse spoorlijn? Volgens mij heb ik daar wel een scenario van. Max Jolo, wil je een keer met de Breng GTW in de Achterhoek naar Rivierenland rijden? De Breng GTW. Tot zover ik weet heb ik nog geen scenario van de Breng GTW op de zojuist genoemde route. Maar ik zou voor jou heus wel een keertje willen kijken natuurlijk. Wacht hier even onze trein op. Die schudt natuurlijk als een malle voorbij, dat ding. Even kijken, de volgende comment. Die is van Marijn van Den Beek. Als ik het gewoon zo goed lees. Hoi beliefjes, je maakt leuke video's en goede video's. Zou je een keertje met de DDZ van Roosendaal naar Vlissingen kunnen rijden? DDZ. Ik kan er misschien wel een vervangend scenario van maken, denk ik. Arthur van Winden, hoi. Nou, hoi Arthur. Gamen met Jasper. Leuke video, wil je een keer met de BR-186 van NS rijden? De BR-186. Moet ik even kijken of ik die heb. Ronnie Voortman, hi Bjorn. De GTW die je zag in Apeldoorn is de Pendel Apeldoorn-Zutphen. Dit soort treinen rijden hier afwisselend met de Buffel. Hoe staat het overigens met de route waarop je enige tijd wacht? Enschede-Apeldoorn of omgekeerd? Ja, ik weet dat Mystery X, dat is de route van Enschede naar Hoofddorp Opstelten. Ik weet dat hij momenteel nog steeds bezig is met het bouwen van deze ontzettend mooie route. En ja, we kunnen niks anders dan geduld hebben totdat deze route uitkomt. Thijs de Ridder, wil je langs Vleuten NS rijden? Volgens mij heb ik nergens station Vleuten hierin staan. Max Jollo, wil je een keer op je eigen route rijden, de trein de Intercity direct? Ik heb geen eigen route, dus ik denk ook niet dat ik dat kan doen. Timo Lenderink, kun je een keer met de firm van Arnhem naar Utrecht Centraal rijden? Zo lang mogelijk, een leuke video weer. De firm. Hart van Nederland. Moet ik even kijken of daar een scenario voor bestaat. Kan je een keertje met de ICE op een hoogsnelheidslijn rijden? Dat kan wel. Dan moet ik de München naar Augsburg route moet ik nemen. Dan gaan we over een hele dergelijke hoogsnelheidslijn. De laptop Dutchie Games. Dit scenario staat een beetje op het... staat een beetje op de vaste dienstregelingsschema. Want bij Amersfoort, naast je, reed de ICE naar Leeuwarden. Ja, dat klopt inderdaad. Ik dacht trouwens dat dat alleen nog maar met de vorige dienstregeling was. En niet meer met de huidige dienstregeling. Want volgens mij vertrekken de Intercity naar Enschede en Leeuwarden niet meer met elkaar. Maar dat kan ook een toevalstreffer zijn geweest, omdat ik daar toevallig dat weekend was. Wesley van der Haar, leuke video. Nou, dankjewel Wesley. Paul Snijders, tot nu toe is de maximale baanvaksnelheid in Nederland 140 km per uur. Leuke video trouwens met de Duitse trein richting Bentheim. Hopend dat de route Enschede een keer klaar is.
Wheelslip kan je voorkomen door de sender aan te zetten. Ja, akkoord. Ben ik het mee eens. Gien Mendik, mooie video. Dankjewel, Gien. Ruben van Groningen. Hoeveel kost Trade Simulator op Steam? Volgens mij... Ik dacht iets van 40 of 50 euro. Maar ik zou hem gewoon in de Summer Sale halen. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je er een mooie prijs voor betaalt. Het treinkanaal. De 1800, mijn lievelingstrein uit Nederland. Nou, blij dat ik je daarmee heb kunnen helpen. X-Undercar Shooter. Die wheelslip zit in de rails van het hart van Nederland. Wordt gebruikt. In andere routes trek je met deze trein gewoon prima op. Oh, dit is zeg maar een soort van speciale rails die een soort van wheelslip erop heeft. Nou, maakt op zich niet heel veel uit. Alleen ik vond het jammer dat ik niet met volle kracht kon optrekken met die 1800. Thijs Marsman, bliefjes kun je op het Twente-kanaal rijden. Zo ja, kun je dat filmpje sturen. Kun je op het Twente-kanaal rijden? Nou, als je het over Enschede hebt, er is voorlopig nog geen route naar Enschede uit. Melvin Stadhouder, hoi bliefjes, kan je een keer met de 1300 rijden? Route maakt niet uit. De 1300, jezus. Voor mij heb ik hem geen 1300, ja, voor mij kan ik dat helemaal niet doen. Bart Schoneveld, leuke video. Die tunnel in Amersfoort is alleen bedoeld voor de Intercity Berlijn. Zou je met de DDR met 1700 lok naar Utrecht willen rijden? Waarop Wesley van der Haar nog reageert dat de tunnel bij Amersfoort ook is bedoeld voor andere treinen. En een DDR met 1700 lok, uiteraard, dat is mogelijk. Anton van Maldegem. Hey bliefjes, kan je met een 6400 lok van Weesp naar Utrecht rijden? Dat is het Gooi Centraal. Ik zal er even over na. Ik zal even voor jou kijken wat ik kan doen. Jurien Hagen. Die track IR dinges vind ik irritant. En Remco Bronger is het daarmee eens. Ja, ik weet dat niet iedereen van jullie het op zich eens is met de track IR. Ik doe ook niet elke episode wat met de track IR, omdat ja, ik moet een pet ervoor opdoen. En momenteel met deze hitte is een pet tegen je hoofd best wel irritant, inderdaad. Dus nou ja, ik ga nog wel eens af en toe met de track IR rijden. Niet heel erg vaak uiteraard, maar ik heb dat track IR ding natuurlijk niet voor niks gekocht. Dus ik ga er uiteindelijk wel ooit weer een keertje mee rijden. Maar dat zie ik dan wel weer in een soort van volgende episode. Ubertinus Games UTG, hoi, kan je eerst met de Vira rijden op de Zeeuwse spoorlijn? Ik weet dat ze daar niet rijden, maar gewoon voor de lol. Alvast bedankt. De Vira. Ik heb volgens mij nog helemaal geen trein die met de Vira. Dus ja, ik weet niet hoor, maar... Oh, er staat dat ik bij kop op een mouw moet kijken voor de Vira. Dan moet ik nog eens een keer goed kijken. En als laatste Bert van Münster. Ik reed vandaag ook onder de tunnel bij Amersfoort onderdoor. Toen weer terug naar huis ging... Ik ging een dagje treinen. Het is een hele gave tunnel. Reed er niet vaak onderdoor met de trein. Heb een dag van kruisvat gebruikt. Jammer dat je niet de 1837 had. Wel, die heeft het wapen van Amersfoort erop. Alle 1800 loks zijn niet meer in dienst. Lijkt me erg moeilijk om stil te zitten met die track IR op je hoofd. Blijven deze voertuigen heerlijk rijden en zitten. Ze hadden een tijdje een boordrestaurant, die is nu weer boordbistro. Wel mooi gereden, Bjorn. PS, had vandaag ook macaroni gegeten. Nou, kijk aan. Leuke reactie, Bert. Bedankt, zoals altijd. Wat ik met jullie had afgesproken, ik zou deze episode twee afleveringen behandelen. Omdat ik de vorige keer een beetje... Ja, ik loop nu een klein beetje achter met comments en zo. Dus dat betekent dat wij episode 168 er ook bij pakken. Toen reed ik met de ICE3 naar Karlsruhe. Dus ik zal die comments even voor jullie erbij pakken. Kijken, zo. Ik moet alles even meewerken. Als allereerst de Dreammaster. Spot je treinen? Nee, ik spot geen treinen. Niels Eng, hoe verander je de koersborden? Dat doe je door mate van de F9 en de F10 toets. Gekke Jelle, wil je een keer van Utrecht naar Leiden rijden?
Dat is volgens mij voor mij niet mogelijk, aangezien ik aangezien je maar van Utrecht maximaal naar Weesp heen kan gaan. Naar Leiden kan je niet. Tot zover is de route niet uitgebouwd. Rick Baks. Hey Björn, wil je een keer naar Schiphol rijden? Nou, als de route van Enschede naar Hoofddorp af is, wil ik best wel een keer naar Schiphol rijden. Mick Bakker. Björn, ik kan mijn ICR-voertuigen niet aan elkaar koppelen. Weet jij hoe dat komt? Ik heb weliswaar geen idee, want ik kreeg het wel voor elkaar. Wesley Cox. Hey Björn, leuke video. Zou je eens met de groene firm kunnen rijden? De route maakt niet uit. Ja, ik heb wel een scenario van de groene firm. Volgens mij zelfs mijn eigen omroepscenario. Dus misschien is het wel leuk om dat een keer te doen. Max Jolo, wil je een keer met de Breng GTW rijden? Ja, met de Breng GTW heb ik al eens gereden, ook in mijn livestream. Die video die is pas uitgekomen, dus de Breng GTW hebben we alweer een keertje gehad. Bert van Münster, leuk dat je weer eens rijdt op een hoogsnelheidslijn. De ICE is een erg leuke trein, dat vind ik zelf. ICE is een vrij leuke, maar ook een zeer comfortabele trein. Dat is één ding die wel heel erg belangrijk zijn. Dus ja, ik ben er ook hartstikke blij mee. Thijs de Ridder, hoi Björn, wil je een keer met de koploper van Den Helder naar Utrecht? Ik kan alleen maar van Den Helder naar Uitgeest rijden. Verder dan dat kan ik helaas niet. Max Jolo, mooi scenario van die Uitgeest naar Den Helder. Oh, ik denk dat hij refereert naar mijn omroepscenario. En daar ben ik inderdaad zelf ook best wel trots op. Gamer met David, hoe zet je de PZB bij de ICE aan? Zoals Ruben van Doorn ook netjes opmerkt, is dat door mate van de Ctrl plus numpad enter. Perry Stokman, hey bliefjes, zou je eens met de 2200 kunnen gaan rijden? De route maakt niet uit. Goed, Perry D. Nou Perry, als het goed is, dan moet ik even terugdenken, is er al een tijdje geleden een scenario met de 2200 uitgekomen, dus dat heb ik nog recent in gereden. Mike Spies, heb je Twitter? Jazeker, @bliefjes92. Dylan Alsema, kun je een keer met de SGM rijden? De SGM, ja, die heb ik ook eens in een livestream gedaan, maar ik wil natuurlijk uiteraard nog wel weer eens een keer een episode doen met de mooie SGM. Uiteraard. Waarom moet het altijd weer zo moeilijk zijn? Wesley van der Haar, leuke video, dankjewel Wesley. En de laatste comment, Ruben van Doorn. Hoi Björn, je zegt wel dat mensen dan op jouw site moeten kijken voor welke Nederlandse route je kan spelen. Maar lang niet iedereen kent jouw site. Misschien is het handig om die in die beschrijving te zetten. Verder een leuke video. Het enige wat ik jammer vind, dat deze route, dat je hem binnen 25 minuten hebt uitgereden. Zou je een keertje op de route Project Freiberg willen rijden? Is te vinden op railsim.de. Nou, die zou ik eens een keer moeten vinden dan, die Project Freiburg. Maar daar zal ik, daar wil ik zeker wel een keertje op rijden. Geen probleem. En dat waren in ieder geval alle comments van episode 167 en episode 168. Dan kunnen wij ons nu verder concentreren op de treinrit naar Ede-Wageningen. En dan gaan we natuurlijk na Ede-Wageningen gaan wij verder als Intercity richting Arnhem. Wat tegen ons eindstation is. Van Ede-Wageningen naar Arnhem. Ja, dat is nou wel een goed kwartiertje rijden als ik het zo zie. Dus laten we in ieder geval de vaten maar lekker inhouden. Vliegt momenteel een helikopter boven ons hoofd, zoals je kunt zien. Waarschijnlijk. Kijk, daar is die, de helikopter. Die wil hier nog wel eens in een gekke bui voorbij vliegen en dan spontaan verdwijnen. Ik weet dan niet uiteraard waar die heen gaat, maar... Oké. Was het niet shift 1? Ah, hoe kon je dit leuke dingetje ook weer doen? Doe ik het gewoon zo. Even kijken, zo naar buiten hangen. Yay!
Is ook wel eens leuk om zo te kijken. Ik was alleen vergeten hoe je dat dan weer precies deed. Het was iets met shift. Oh, shift 2 was het. Wat is shift 1 dan? En 4. Nou ja, misschien moeten we maar niet te veel aan wagen. We komen ook langzaam in de buurt van Eerde-Wageningen. Dus ik haal even de tractie ervan af. En ik laat de trein even langzaam uitrollen totdat we uiteraard in de buurt komen van Eerde-Wageningen. We zien de stopbord al. Het verkenbord heet hij ook wel. We zien aan onze linkerkant zien wij een mooie ICE staan. Oh nee, ik heb zo'n idee dat we hier gaan. Juist. Ik wist het. Ik herkende iets in dit scenario. Nou weet ik ook eigenlijk weer waarom ik dit scenario niet wou spelen. ik had het eigenlijk moeten weten. Maar ik heb het dus niet geweten. Ik zou het scenario echt een keer moeten verwijderen. Nou, ik heb in ieder geval heel wat comments kunnen doen. En ik heb geprobeerd naar Arnhem in te rijden. Desondanks het vreemde einde hoop ik desondanks dat jullie de episode hartstikke leuk vonden. Zowel even dat blauwe duimpje omhoog, een comment voor de volgende keer. En wil je meer van mijn episode zien, je weet me te vinden op, je weet het subscribe knopje te vinden. Die staat onderaan weliswaar. En ik zou zeggen iedereen nogmaals bedankt voor het kijken. Tot een volgende episode. Tot ziens. Dag.